Ja, Tom, je scoort al na een paar minuten in deze bekerwedstrijd. En wat denk je dan eigenlijk op het moment dat je die goal maakt? Nou, ik was er in eerste instantie was ik heel blij mee. Want het blijkt vaak dat het moeilijke wedstrijden zijn. Nou, als je dan sneller een voorsprong hebt te pakken, dat geeft lucht en dat geeft wel vertrouwen. En ik had eigenlijk verwacht dat het daarna iets makkelijker zou gaan. Inderdaad, je denkt dan, dit kan een makkelijke avond misschien worden, maar dat werd het niet, hè? Nee, absoluut niet. Je weet ook, het is 1-0 en er is nog niks beslist. Alleen je verwacht wel dat we aan de bal wat meer rust hebben en dan wat makkelijker elkaar weten te vinden. Nou, dat bleek moeilijk te zijn en daardoor geven hun het gevoel dat ze toch nog terug in de wedstrijd kunnen komen en dat ze op zoek kunnen gaan naar de gelijkmaker. Slijpt er dan iets van gemakzucht misschien in? Nou, dat denk ik niet, want het was meer slordigheid, denk ik. En niet gemakzucht, maar meer kwaliteit, te weinig kwaliteit aan de bal. En daardoor zat je veel in de omschakeling. En tegen zo'n ploeg moet je juist de bal laten gaan. En ze proberen kapot te spelen. En in plaats daarvan waren we heel snel de bal weer kwijt. En dan krijg je een moeilijke wedstrijd. Was het ook in het veld voor jullie als spelers een bijzondere wedstrijd tegen de ploeg van een man die met jullie samenwerkt? Tijdens de wedstrijd weinig van gemerkt en dan ben je er niet mee bezig. Alleen deze week is er wel gedold en is er natuurlijk wel veel over gesproken. En daarom hebben we ook die wedstrijd misschien nog wel extra scherp benaderd. Omdat we wisten dat Adrie zijn team goed zou voorbereiden. We hebben vorig jaar in dat bekertoernooi ook vaak tegenover elkaar gestaan. Onder andere in Kerkrade, gedenkwaardige avond. Nou, je noemde de wedstrijd maar op. Dus je weet hoe mooi dat bekertoernooi kan zijn. Maar dit soort avonden moet je dan eerst. Hoe is dat dan? Daar moet je gewoon dan doorheen komen? Of hoe kijk je ernaar? Het belangrijkste is voor de wedstrijd dat je doorgaat. Ja, zo simpel is het. Hoef er niet moeilijk over te doen. Nou, liefst nog met goed voetbal. En liefst beslis je de wedstrijd in een vroeg stadium. En dat hadden we kunnen doen vandaag, denk ik. We krijgen net voor rust een penalty. Net naar rust krijgen we ook een 100% kans. Ja, dat zijn wel dingen die moeten beter. Want zo'n wedstrijd moet je op slot gooien. Tegenstander moet je geen kans meer hebben om in de wedstrijd te komen. En nu moeten we tot het laatste moment toch gas erop blijven geven. En waken voor een gelijkmaker die zomaar binnen kan vallen. Dus daar heb ik denk ik vooral laten leren vandaag. Dat, ondanks dat we niet echt overtuigend waren, misschien hadden we wel die wedstrijd vroeg kunnen beslissen. Ja, maar wat ik ook bedoel, hè, die wedstrijd waar ik net aan refereer, dat is leuk, daar leef je naartoe. Ja, maar ik kan me ook voor als prof dat dit soort duels, dat je daar misschien eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Niet op zitten wachten. Ja, je hebt ermee te maken. Ze komen en je weet altijd dat de eerste rondes dat er amateurploegen tegenover je komt. Nou, dan moet je eigenlijk maar blij mee zijn. Je kan ook een gelijk Ajax of PSV of Feyenoord loten. Ja, dan heb je helemaal weinig kans door te gaan. Nu heb je gewoon een goede kans om door te gaan. En je moet een beetje geluk in de loting. Er zijn al wat profploegen gesneuveld. Nou, dat is alleen maar gunstig. Dan blijven toch amateurploegen in de beker. Nou, met een beetje geluk en een goede loting kun je dan net als vorig seizoen kun je dan een mooie bekeravontuur beginnen.